100% Haags. Jouw stadsradio. En Splendid is hier. Zaterdag staan ze in het paard. En dat is stijf uitverkocht. En ik heb, shit, helemaal geen kaarten. Dus toen dacht ik, weet je wat, nodig gewoon hieruit. Dan heb ik mijn eigen showtje. Bedankt, man. Leuk dat jullie er zijn. Ja, superleuk. En ja, Splendid is Patrick, Sikko, Bart, Sven, Jort. En nog een keer Bart. Klopt. Maar dat is een flink gezelschap. Ja. Ja, net iets thuisgelaten, hè? Ja, een paar mensen zijn thuisgebleven, maar dat moet niet deren, weet je. Dat is anders fucking goed. En anders was het nog wat meer poppen geworden. Is leuk. Stel jij even voor wie je dan wel hebt meegenomen. Je zei het zelf al. Hier Bart Jansen op de Vuurlietser. Bart Kerkhoff op de bas. Bart Godery op de saxofoon. En Sikko op gitaar. En daar ben ik zelf, Pat Smith. Yes. Ja, jullie timmeren al een aardige tijd aan de weg. Jullie hebben het er ook al over gehad met Justin. Het gaat al heel lang terug. In het begin zat er een vrij lange tijd tussen de albums. Maar eigenlijk dit nieuwe album en de vorige is volgens mij een jaartje tussen of zo. Dus ja, jullie zijn ongeveer, goed op stoom. Ja, ja, nou lekker toch. Ja, ik denk dat je zelf moet willen blijven vernieuwen, zeg maar. En daarom muziek maken. Weet je, als je een bandje bent, dan moet je muziek maken. Dan moet je muziek maken, ja. Dus zodoende. Ja. Ja, weer een album. En precies in het voorjaar. Ik krijg dan altijd de kriebels en dan wil ik lekker weer enzovoorts. En de muziek van jullie past er helemaal bij. En ik kijk hier echt al de hele week naar uit. Ik ben blij dat alles nu staat. Dus volgens mij gaan we gewoon zo meteen verder lullen. Maar nu maar eens even luisteren naar wat jullie maken van de muziek van het album. Waar ik luister er al een tijdje naar natuurlijk. Maar wat gaan jullie spelen? Twee liedjes, zoals afgesproken. Het is een verrassing welke, zoals je al zei. Ja, dan moet ik er even bij vertellen dat vlak voordat we net de microfoons opengooiden in de uitzending, hoorde ik ze nog met elkaar. Ja, gaan we die doen, maar we kwamen er niet uit. Maar jij bent dus ook niet de baas van je clubje, dat was me wel duidelijk. Alleen een hond heeft een baas. Oh ja, dat is waar. Nou oké, dan laat ik me ook verrassen. Ik heb alle schuifjes openstaan, dus wat mij betreft, mannen, take it away. Yes. Splendid Life. Ja. Yeah. Friends and family, you've got broken wings till you touch the sky. Cause we share, multiply all of your vanity. We are your friends. I hope you trust me. Favorite too. You've got broken wings till you touch the sky. Made it.
laatste kwartiertje altijd live op de woensdagen. En dan deze week, de Splendid Week. Natuurlijk met Splendid. Ik was je even kwijt hoor. Ik was even aan het zoeken naar de bas. Maar veel schuifjes. Ik denk, fuck, waar is die gebleven? En op het moment dat ik even op alle voorafluisteringen wilde luisteren waar jij was, was jij gestopt met spelen. Je dacht, fuck it, niemand hoort mij, dan doe ik ook niks. Huis. Maar het kwam goed. En ik weet nu ook wie het fluitje speelt. Hè Bas? Of was jij het niet alleen? Was jij niet Bas? Allemaal. Allemaal fluitje bij. Die fluit ben ik. Ah, waarom niet? Kan je dat niet? Ja, nee, maar ik zit een beetje in de weg met mijn zang, weet je. Ik moet dat eventjes... Het is omschakelen. Net iets anders. Dus vandaar. Niet, ik fluit niet. Jij fluit niet. Je zingt en je rent. No problems. Dat is ook heel disrespectvol fluiten. Ja? Fluit. Hoe is de samenwerking met Bas tot stand gekomen eigenlijk? Heeft Bas tegen jullie gezegd, shit, ik vind jullie zo goed, ik wil eens een keer met jullie werken? Of is het andersom gegaan? Eerder andersom, want we waren echt op zoek naar iemand die goed sound neer kon zetten. En dat kan hij goed. Weet je, hij is gewoon echt een audiofiel wat dat betreft. Weet je, als hij een microfoon 2 centimeter verschuift, hoort hij dat het beter klinkt dan als hij 2 centimeter terug stond. Dus wat dat betreft, hij heeft daar echt oren voor. We waren echt naar een live, eigenlijk een soort van live setting op zoek. Omdat we de vorige platen allemaal heel erg los van elkaar hadden opgenomen. Dus gitaren los van de drums. En we wouden nu echt wat meer vibe vangen. En Bas is daar gewoon super goed in. Ja. Simpel. Ja, en jullie zijn niet de enige die hem vragen. Dus hij heeft iets. Wat is dat dan? Wat maakt die man zo goed? Nou, één S te weinig in zijn naam. Maar het gewoon... Bas, hè? Ja, echt gewoon... He's got the bass. Dat heeft hij gewoon echt. En voor mensen die denken, welke Bas gaat het over? Bas van Wageningen. Van Direct onder andere. Ja. Maar natuurlijk eigenlijk nog veel meer door met zijn eigen producties. Ja, man. Ja, hij is fucking goed bezig. Ik vind het super stoer van hem ook. Ja. Eigen labeltje, alles. Basement. En goede namen op zijn label. Waaronder jullie dus? Nou, nee, we zitten op ons eigen label, maar hij heeft ons wel geproduceerd. Oh, niet op... Nee, we zitten op... Wel gewoon zelf cash. Splendid Music / Rough Trade Pias. Jongen, het is... verzameling namen, hè. Geef het beest een naam. Ja, want Pias en Rough Trade, die zijn dan weer niet van jullie zelf. Nee, precies. Ik snap helemaal niks van die wereld. En zo, ja, precies. Jij snapt het ook niet. Nee, hogere wiskunde, echt waar. Maar er zijn wel promotors, pluggers die met jullie muziek rondlopen in Nederland. Ja. Ik heb het gevoel dat jullie nu pas eigenlijk een beetje voeten aan de grond krijgen in Nederland. Kijk, in Den Haag weten we het al lang. Maar of klopt dat niet? Ik denk dat we de laatste paar jaar echt... We hebben zoveel gespeeld. Precies. Ik denk dat, misschien Radioland, dat we nog niet echt zo heel bekend zijn van de radio. Maar als je over festivals hebt, dan kent denk ik iedereen Splendid. Weet je. En ja. Die radio moet er nu bij komen, weet je. Dat is eigenlijk gewoon de zaak. Nou, ons heb je. Nou ja, top. Want daarnaast staat, ik zit even te spieken, afgelopen zaterdag, de tweede week dat jullie genoteerd stonden, op nummer 10 in onze Den Haag FM Top 30. Kijk, top. Ik denk dat het zaterdag wel weer een stukje hoger staat. Dat zou zeker mooi zijn, ja. Ik hoorde net, er werd naar de redactie gebeld, van ik hoorde een leuk plaatje, er net was. Heeft ze even opgezocht, dat waren jullie. Dit gebeurde echt. Dus, jullie zeiden dat net inderdaad. Ja, precies. Ja, vet. Ja, dat is een verrassing dat ze dan ook nog gewoon spelen. Dus toeval bestaat niet, zeggen ze. Nee, precies. Heel vet, toch? Nou, en zaterdag een uitverkocht Paard van Troje. Dat is wel echt raar, want het is al lang uitverkocht. Nou, 2 weken geleden, ja, precies. Ja, heel vet, ja. En het is volgens mij ook, mag ik zeggen, het is de 10e keer dat we Paard uitverkopen. Jezus. Ja, dus dat is echt een soort van jubileum, toch dan? Ja, is dat een jubileum uitgekocht? Ja, dit een jubileum. Ja, 10 jaar toch? Ja. Nou, dan ga ik uit groot respect mijn muil weer dicht houden en dan ga ik jullie laten spelen. Gaan jullie de single doen nu? Mogen we niet zo meteen nog 1 extra liedje spelen? En dan speel je zo de reclame in. Dat maakt mij niet uit. Joh, laten we dan maar haast maken. Is goed? Ja, nu wel de 2. Gelijk achter elkaar. 2. Upset me just enough, so I don't really feel you're rubbing steel shit to kill when you think fast, no sharing, don't multiply, mix up in the mass, everlasting, blasting with majestic force, I'm done with the fight, this is what we live, here I call the shots, yeah, around the dance, now put your fist up and sing these words, we go, na 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 na. Maximus coming, rain dance.
track spot and I'm really out. I'm bagging hand, aiming right on target. Fire rocket, rocket here, take off and I'm out of here. Take it up, cause you don't catch me bragging here. No bigotry, top dude, you're a disgrace. You say it is your playground, crying like a kid. Here I call the shots, yeah, I run the dance. And now put your fist up and sing these words, we go. Al jaren van de muziek van Splendid. Altijd als ik een tuinfeestje heb of weet ik veel, dan gaat Splendid aan. Maar je moet het zien, dan is het toch veel leuker. Dus eigenlijk vind ik het knap dat het op een cd te vangen is. Nou, we hebben nog een clubtour, daar kunnen mensen komen kijken. Ja. Als je even op Facebook kijkt, dan zie je alle data. Volgende week staan we in het patronaat in Tivoli Vredenburg. Staan we nog meer, Effenaar. En daarna en Rotown. En gaan. Dus druk, druk, druk. Clubtour. Cool. Maakt niet uit, Den Haag is uitverkocht. De rest van Nederland heeft vast nog wel kaartjes. Tivoli Vredenburg gaat hard en Rotuin ook. Maar anders kom je toch gewoon, komen jullie nog een keer terug weer naar Paarden, ja, om graag. Het af te sluiten of zo? Ja. Ja, dat kan zo, maar je weet het nooit, hè. Maar het moet wel een verrassing blijven. Volgens mij heb ik hem nu zojuist al verpest. Nou ja, daar zullen we het niet meer over hebben. En wat is cool is, als je nu geen televisie hebt, alleen maar radio luistert, ik ken Splendid alleen van de muziek, dan zou je dus, zeker als je naar de muziek luistert en je hoort Patrick zingen, dan zou je denken, dat is een Rasta-man. Maar hij is echt net zo wit als ik, hij is net zo tata als ik. Witter, maar, hoor. Witter nog. Ik heb dit weekend goed zonnetje gehad. Maar, ja, precies. Hoe komt dat accent van jou? Je bent echt man. Of lijkt het erop? Ik denk dat het erop lijkt, want het is gewoon Engels, hoor. Dus, ja? Maar het ligt een beetje tongval overheen, ja, hier en daar. Niet over alle liedjes, maar over sommige liedjes is dat zo. Ja, misschien als de echte rasthuis te horen dat ze denken... Pff. Nee, dat denk ik niet. Net als als ik Amsterdamse doe, heb ik altijd het gevoel dat het net echt is. Maar Amsterdammers denken dan, doe even normaal, man. Ja, wat zit je na, joh. Zit je na. Ik weet het niet zo. Ik vind het prachtig. Ik had jullie beloofd om nog een beetje ruimte te maken voor het laatste nummer. Ik heb nu nog 4 minuutjes. Ja, joh. Ruimte. Doen? Ja, joh. En dan zwaai ik wel als we er zijn. Goed? Ja, geniaal. Zeg het maar. Oké. Dan doe ik het muziekje weg en dan kunnen jullie het weer live doen. Splendid bij ons in de studio. Geniaal. Tenminste. Zitten we nog steeds te wachten op de eerste rockjesdag, toch? Ja. Just one step at the time we climb, yeah. Easy ride, think I got a chance. I like tonight with you. But I don't know what to do later. Attracted by your mystery. With all those things you are telling me, I'm instinctively longing for your love all night. Longing for your love. I'm longing for your love, girl. Hey. I'm longing for your love all night. I'm longing for your love all night, lady. I'm longing for your love. Yeah. I'm longing for your love, girl. Yeah. I'm longing for your love all night. I'm longing for your love all night, lady. Go!
guess I found you, yeah. Feed my soul and then I feel alive when I'm with you, hey. And that's why we cruise later. I'm a trouble man, that's no joke, but with you I can climb every wall, all the chop it down, girl, yeah. Until I love rules the world, baby. I'm longing for your love, yeah. I'm longing for your love, girl, yeah. I'm longing for your love all night. I'm longing for your love all night, lady. I'm longing for your love, yeah. I'm longing for your love, girl. Ja, precies. Echt op de valreep. De lente is nou echt begonnen. Thanks, guys. 100% Haag. Jouw stadsradio. Den Haag.